Meneer De Vries, wat brengt u hier vandaag? Ik kom kijken naar de A1 van Ajax. Daar doet iemand van ons mee, dus die volg ik. Oké, en als u zegt iemand van u, wie bedoelt u dan? Leon Bergsma, centrale verdediger. Oké, ja, u bent tegenwoordig spelersmakelaar en dan Leon is een van de jongens die onder uw hoede staat. Ja, precies. U bent een ras Ajax, tenminste heb ik me laten vertellen. Wat verwacht u van de A1 vandaag? Nou ja, ik hoop natuurlijk dat ze winnen. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook wel een beetje. Het is een thuiswedstrijd, dus ik vind dat ze verplicht zijn om te winnen. Ja, dat vind ik ook. Gaan ze het toernooi ook winnen, denkt u? Ja, dat moet je altijd. Daar komt wat meer geluk bij kijken. Maar nou, eerst maar eens even deze wedstrijd in de knip hebben. Richard Witsche, wat brengt je hier vandaag? Nou, ik denk even naar de A1 kijken. Ik ben jeugdtrainer bij Ajax en ik train de jongens ook. En nu is Johnny Bosman erbij. Dat was zijn periode bij de A1. Dus even kijken naar die jongens. Okay, ja. Ajax en Barcelona die starten natuurlijk om 5:00. Ja. Maar je hebt al ploegen gezien als Tottenham, Spurs. Wat vond je ervan? Nou, ik kom net binnen, dus hier heb ik nog niet gezien. Ik okay. Was net bij de A2 ook bij Ajax. Dus okay. Ik had de wedstrijd, dus ik kom net aan. Ik kan me voorstellen dat je de A1 dit seizoen al vaker gezien hebt. En wat verwacht je van ze dit toernooi? Want ze zijn afgelopen dinsdag landskampioen geworden natuurlijk. Ja, wat verwachten we? We missen wel een paar spelers natuurlijk. Matthijs de Ligt vooral achterin, maar ik verwacht toch nog wel wat. Donny van der Beek hebben we er jammer niet bij. Dus dat is wel jammer, maar ik verwacht wel wat. Maar ja, je speelt niet tegen kleine tegenstander, dus het zal moeilijk worden. Ja, absoluut. Hey, als we even teruggaan naar uw tijd in de jeugd bij Ajax, wat zijn dan de grootste verschillen? Is dat echt professionaliteit of mentale weerbaarheid? Waar zit dat dan het meest in? Ja, het is wel wat veranderd. Het is allemaal fysieker en sneller geworden natuurlijk. De jongens trainen heel veel op krachttraining nu. Dat hadden wij vroeger eigenlijk helemaal niet. Het is allemaal wat sneller en fysieker geworden tegenwoordig. Om 5:00, Ajax tegen Barcelona. Twee clubs die ook in jouw rijtje van clubs staan. Voor wie ben je dan? Ja, wat denk jij? Ja, ik neig toch... Ik ben Amsterdammer, dus en een echte Ajax, dus ik ben voor Ajax. Ik sta hier met oudspits Patrick Kluivert, die natuurlijk een verleden heeft bij Ajax en Barcelona. En die vanaf volgend seizoen de trainer is van de A1 van Ajax. Meneer Kluivert, bent u hier vandaag als liefhebber of om te scouten volgend jaar? Beide. Kijk, liefhebber ben ik altijd. Maar volgend jaar krijg ik natuurlijk een aantal van deze spelers ook in mijn team. Dus ik ga kijken hoe ze spelen. Ja. Wat verwacht u? Moeten ze het toernooi winnen? Of bent u dan bent u heel teleurgesteld als ze dat niet doen? Nee. Dit is een mooi toernooi met helemaal heel veel mooie clubs. Jongens van hunzelfde leeftijdsgroep. En het is een test voor hun waar ze staan, vind ik. En ik ben zeker niet teleurgesteld dat ze niet winnen. Ze hebben vorige week een mooi kampioenschap weten binnen te slepen. En dat is heel belangrijk. Dus ik ben wel benieuwd waar ze nu staan. En ik ben als toeschouwer, maar ook als liefhebber. Ja. Ik kan me voorstellen dat u, voordat u bij Ajax werd aangenomen, dat er wel wat gesprekken zijn gevoerd over hoe de gang van zaken was. Gaat u veel veranderingen doorvoeren of houdt u de zaken hoe ze zijn? Nou, ik weet niet welke veranderingen waarop jij doelt, maar ik krijg de A1 voor mijn rekening en daar ga ik mee werken. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja, ik kan me voorstellen in trainingsmethodes. Ik kan me voorstellen dat u als spits toch anders traint dan... laten we als voorbeeld Winston Bogarde nemen. Die vooral de verdedigers onder zijn hoede neemt. Ja, maar Winston heeft een andere functie. Die gaat meer met de verdedigers inderdaad aan de gang. Maar ik heb het hele team voor mijn rekening. En natuurlijk heb ik mijn eigen trainingsmethodes. Ik weet niet welke trainingsmethodes de vorige trainer Geri heeft gedaan. Maar ik heb zeker mijn eigen methode om het team te trainen. Ja. Oké, nou, ik ben door mijn vragen heen. Ik wens u heel veel plezier vandaag. En succes volgend jaar. Super, ja. Bedankt. Hey, bedankt.